Mark Jongsten zwemt elke week in het zoete water van het Joppe. Het heeft een soort mystieke sfeer. Het is doodstil, het water is spiegelglad. En ja, eigenlijk moet je dat ervaren om te weten wat het is. Dit gaat eigenlijk ook helemaal niet over zwemmen of over hard zwemmen of veel zwemmen. Dit gaat over een totaal ervaring met de natuur. Eigenlijk is dit zwemmen in natuurwater de ultieme buitensport. Je bent omgeven door de natuur, water. En dat geeft het uitermate heilzaam. Dat doet hij niet zomaar. Hij wil deze zomer van Den Helder naar Texel zwemmen met een bijzonder motief. Ja, eerbetoon, een herinnering aan mijn moeder en mijn broertje. Die zijn 40 jaar, exact 40 jaar geleden overleden, vlak na elkaar. En eigenlijk door die ziekte van hen twee, konden wij niet op vakantie. De enige vakantie die we konden ondernemen, dat was naar Texel. Vrienden van ons hadden daar een huisje en zo kwam ik daar terecht. Dat was in 1979. En eigenlijk, ik viel meteen op dat eiland. Ik was er meteen verliefd op. Nou, een paar jaar geleden begon ik met zwemmen bij Paul en Heidi. En op een gegeven moment ontstond dat gewoon. Ik ging voor de zoveelste keer naar Texel. Ik dacht, goh, dat lijkt me mooi. En toen ging ik informeren. En toen bleek er dus een bestaande sponsortocht te zijn. Met ook nog eens dat doel voor spieren voor spieren. Nou, en toen dacht ik, ja, dit moet ik gaan proberen. Daarnaast, toen ik 2 jaar geleden ging zwemmen hier bij de club, kwam ik eigenlijk bijna iedere week naast Jonne te zwemmen, Jonne Moleman. En zij is een meisje met een jonge vrouw, net 22, maar die is met zo'n spierziekte. En die trainde in die tijd voor de Olympische Spelen. Ja, en dat is iets, ja, dat is... Ja, als je daarover nadenkt, dat is geweldig, de inspiratie. En terwijl zwemster Jonne Moleman op weg is naar de Paralympische Spelen in Tokio, gaat Jongsten op 21 augustus zijn oversteek maken. Met als doel geld op te halen voor Spieren voor Spieren. Een stichting die kinderen met een spierziekte wil helpen met onderzoek naar behandelmethodes en ondersteuning bij het sporten. Het is 4 kilometer, maar op een gegeven moment, dat is een soort point of no return. Dus op 2 kilometer, ja, je moet gewoon doorzwemmen. Hier kan je nog mooi voor je uitkijken, maar daar op zee, ja, het is allemaal golven. Dus je bent helemaal op jezelf aangewezen. Je moet echt van binnenuit, die regelmaat, en alsmaar doorzwemmen. En dat is ook wat ik hier aan het constant doen ben. Het allerzwaarste is, het is zoutwater. Zoutwater, het is een enorme golfslag, ook al is het rustig. En die combi maakt het echt heel anders dan hier. Je kan hier een slok zoet water nemen, dat is misschien niet zo aardig. Maar een slok zwembadwater is nog minder leuk. Maar een slok zeewater, daar word je heel beroerd van. Nog een maandje trainen en dan is Mark Jongsten er helemaal klaar voor. Op naar Den Helder.